Hey, dan hebben we nog één dingetje niet besproken. Dat is natuurlijk de lijstverbinding, of de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. Het is een lijstverbinding, toch? Zo noemen ze het, hè? Ja, dat wordt nou weer allemaal geprutst en ze zullen iemand moeten vinden. Die ben jij lid eigenlijk van de PvdA? Nog steeds, ja. Dus jij mag meestemmen over die... Heb ik niet gedaan. Maar dat mag wel. Ja, ik had mogen stemmen, ja. Nou, dat kan nog steeds. Kan nog steeds. Volgens mij tot en met dit weekend of zo. Ja, ik moet je zeggen dat de PvdA heeft bij mij zoveel vertrouwen verloren dat ik het verder van geloof met de PvdA en de linkse samenwerking. We hebben dat die zaken hier regelmatig besproken. Als je alle linkse partijtjes in Nederland bij elkaar optelt, dan heb je een heel aardig blok waar je een hoop mee zou kunnen doen. Maar ja, je weet, politiek van het kleine verschil. Allemaal hun woordje doen, hun boodschapje doen. Allemaal nog eens uitleggen dat ze hele brede, gigantische programma's hebben die ze nooit gaan realiseren. Nee, ik heb het op dit punt. Ik wil lokaal eventueel best nog eens op links stemmen. Maar ja, de vraag is natuurlijk al heel snel. Waar moet ik in godsnaam op stemmen in Nederland? Dat is een groot probleem geworden. Steeds groter. Ja, heb ik mijn hele leven zo trouw gestemd. Ja, maakt de sociaaldemocratie er helemaal niks van. Bakt daar niks van. Kan er nog boos over worden. Behalve een kabinet zegt, de helft van de problemen die we nu hebben, zijn door Rutte 2 veroorzaakt. Die hebben er wel het hele kabinet, hè. Dus het kabinet heeft het wel uitgezeten. Dat is het enige kabinet volgens mij van hem. Zeker, ze hebben er 5 jaar gezeten volgens mij. Ja. Terwijl dit kabinet zou sowieso kort hebben gezeten, omdat ze natuurlijk al een jaar hadden verpest met formeren. Ja. Maar je kunt ook denken van, nou weet je, hoe lang kun je boos blijven? Laat ik toch nog eens een keer de schouders eronder zetten bij PvdA GroenLinks. En Klaver was toch ook lid geworden van de PvdA om te onderstrepen van dat... Ja, in dat geval zou ik nu lid van GroenLinks moeten worden. Terwijl ik eerder zou overwegen om met mijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen. Ja, dat is ook een soort lethargie dat je daar dan een beetje in blijft hangen. Je hebt toch ook wel van die abonnementen op tijdschriften die jij al helemaal niet meer leest. Of altijd digitaal leest. Maar dan krijg je ze nog wel in de bus. Maar stel dat ze nou, want ze moeten nu, het ligt nu voor of ze dus één lijst moeten vormen bij de verkiezingen. Daar kunnen de leden ja of nee op zeggen. Zou jij ja of nee zeggen? Je weet wat ik denk over linkse samenwerking. Wat mij betreft gaan alle linkse partijen samenwerken. Ja, oké, maar die vraag ligt hou er niet voor. Hou op met zeuren over kleine verschillen. De vraag is nu deze twee. Vind je dat verstandig of zeg je nee, doe maar niet? Ja, zeker. Ik ben enorm. Ja, laat ze, wat mij betreft, fuseren ze zo innig dat er niets overblijft van hun oude identiteit. Daar geef ik geen cent voor. Hoe heet het? Klaver van een schat van een jongen, maar die heeft ooit 7 zetels gewonnen. En vervolgens die weggelopen uit de formatie. Op een punt wat tenslotte totaal niet toe deed. Wat was het ook alweer? Ja, dat ben ik vergeten. Ah. Vandaar dus dat het er totaal niet toe deed. Ja. Hey, Rutte vond dat toen niet leuk, dat weet ik wel nog. Dat die, want hij heeft het wel geprobeerd toen Rutte met Klaver. En toen Klaver ja, wilde niet. Ja, dus die heeft dus overvraagd. En ja, dan lig je eruit. Ja. En dan wijst de volgende verkiezing is die zetels ook weer kwijtgeraakt. Ja. Overigens zijn GroenLinks en PvdA zijn eigenlijk al samengangen van allemaal weer kleinere linkse groeperingen, toch? Ja, en de loop der tijden, ja. Ja. Oké, maar dus dat is dus het antwoord daarop is ja. En dat is de volgende vraag van wie moet dit nou gaan leiden? Stel dat Timmermans daar komt. Dat is toch wel iemand waarvan je denkt, die zie ik wel als premier. Als ik Timmermans was, dan zou ik het niet doen. Dan kan ik je zo vertellen. Maar hij heeft die vraag gekregen. Hij heeft niet nee gezegd. Terwijl hij ook had dat kunnen zeggen. Hij is nu bezig aan zijn tweede termijn in Brussel. Ik weet niet, mag je een derde termijn? Dat is me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is dat niet de bedoeling. Dus dan zou die vrij binnenkort klaar. Volgend jaar zijn die toch die verkiezingen. Ja, ik zei eerder juni, maar het is mei. Mei 2024 is het. Ja, dus dan zou die klaar zijn met zijn tweede termijn. Dus in die zin zou die het eventueel wel kunnen doen. Ja, daar worden dan gouden bergen van verwacht. Dat weet ik zo net niet. Het is wel iemand met bestuurlijke ervaring. Die dus ook in Europa... Enorm, ja. Spreekt heel goed Engels. Het moet verschrikkelijk zijn als je dus in Brussel er iets toe hebt gedaan. In een serieus iets, namelijk de Europese Unie. En je komt dan terug in die dorpspolitiek hier. Hè, met die fijne opwinding over niks in Den Haag. En al die suffe talkshows. Jongen, het kan een zaligheid zijn dat je
Maar hij zal ook denken van ja, stel dat die termijn inderdaad 2 keer is, dan kan die niet nog een keer. Dus dan denk ik, nou ja, dan is het premierschap is iets wel... Ja, op zijn leeftijd is niet geen bezwaar. Ik hoop die 62 is of zo. Ja. Maar niet wat begint. Maar zou je hem, ik denk dat veel Nederlanders hem wel zien in die rol als premier. Nou, je weet dat hij ooit als aantrekker bij de Europese verkiezingen gefunctioneerd heeft. Dus de vorige keer. En dat was nog wel een lollig tafereeltje natuurlijk, omdat Thierry Baudet en Wilders, Rutte dachten... dat ze de poed gingen verdelen en dat ging niet door. Dat was nog wel amusant, ja. Ik heb geen idee. Ik moet gewoon ophouden met dingen te voorspellen, want ik zit er altijd volledig naast. Ja, nee, maar het gaat ook niet om... Ik ga altijd uit van simpele, fatsoenlijke, rationele overwegingen. En laten we eerlijk zijn, simpele, fatsoenlijke en rationele overwegingen spelen in de wereld een hele beperkte rol. Maar het gaat niet zozeer om het voorspellen. Het gaat er meer om wat je van de persoon Timmermans vindt en het vertrouwen dat je in hem hebt en zijn kwaliteit. Ik heb wel vertrouwen in hem. Het is al knap dat hij die groene agenda, zij het wel zwaar beschadigd, er doorheen heeft gekregen. Al moet dat nog uitonderhandeld worden met de individuele leden van de Unie. Dus ja, maar dat gaat stranden. Het is ook interessant, de volstrekte onwil op een dossier waarvan... de zinnigheid zo evident is, dat is toch vreemd, of niet? Kijk, ik maak me op zichzelf niet zulke zorgen over de natuur in Europa, voor een eenvoudige reden dat Europa gewoon uitsterft. Kijk, zonder emigratie heeft Europa aan het eind van deze eeuw een kleine 100 miljoen minder inwoners. Dat heb je ervan als je tegen omvolking bent. Ja, sterker nog, dan lopen de wolven hier door de straat. Bij wijze van spreken. Ja, ja, die wolf. Ook zo'n typisch Nederlands issue. De wolf. Oh. Wolf heeft een boer aangevallen. Ja, die ging die wolf met een hooivork te lijf, geloof ik. Al ben ik er... Ja, het lijkt mij ook een beetje onzinnig om in een land als Nederland te verwachten dat we hier een omvangrijke wolvenpopulatie zouden moeten hebben. Lijkt me ook niet erg waarschijnlijk. Nee. In Duitsland kun je ze wel kwijt. Ja. Hè? Als je ooit een beetje door Duitsland hebt gereden, dan weet je daar nog wel ruimte voor de wolf. Ja. Maar om het blokje met Timmermans af te sluiten, van we weten natuurlijk nog niet of hij het gaat doen. Die wethouder in Amsterdam, Moorman heet ze toch? Ja. Die wordt ook genoemd, eventueel. Dat is de enige Nederlandse politicus die ik voor op de... Oh nee, laatste Rutte met de Saab stond voor op de New York Times. Oh ja? Ja. Dat hij bij de koning langs ging. Ja, maar hij werd daar opgevoerd als voorbeeld van de verrechtsing in Europa. Ruk naar rechts in Europa. Oh, dat heb ik gelezen, dat stukje. Zij zagen het ook als het begin van een ruk naar rechts. Ja, ja. Hey, en we hebben natuurlijk een keer hebben we het over de premiers gehad. Hè? Toen heb je alle minister-presidenten besproken. Hoe gaat Rutte nou die geschiedenisboeken in? Als wat voor premier? In de allereerste plaats als langzittende premier. En dan in de tweede plaats zal vrijwel iedereen opmerken dat het een enorm handige, flexibele, tactisch begaafde politicus was. Maar als we naar het eindresultaat kijken van in de grote dossiers die voorliggen in een land als Nederland, dan heeft hij het er maar heel, heel matig van afgebracht.